ik ben Leslie en ik ga vandaag koffie uittesten. Nu ben ik toch wel benieuwd of dat echt zo handig is. Nu kan ik kiezen tussen een hybride Audi A3 of een Volkswagen e-Golf. Ik denk toch dat ik voor de 100% elektrische Volkswagen ga gaan. We openen de app. We selecteren de auto die we willen. We boeken de auto. En dan kunnen we de auto openen. We zetten de auto in parkeermodus. We zetten hem af. En dan kan ik buiten via de app de sessie beëindigen en de auto lopen. Dat ik mij in de homezone van Antwerpen gezet, is parkeren volledig gratis. Poppy denkt ook aan het milieu, want deze wagen is 100% elektrisch en heeft een rijkwijde van 250 tot 300 kilometer. En is volledig geluidloos. Zalig. Schakelen hoeft allemaal niet meer. Gewoon gas geven en remmen. Simpeler kan niet. Oeps. Eventjes het tentje bij mijn vriendin in Schoten afzetten. We vinden ons nu buiten de homezone van Antwerpen. Dus we betalen 10 cent per minuut om te parkeren, in plaats van 33 cent per minuut om te rijden. We zijn ondertussen terug aangekomen in de homezone van Antwerpen. Je kan overal in Antwerpen op openbare plaatsen gratis parkeren. Dus nu nog een plekje zoeken. Ik hoef geen parkeerkaartje te nemen, dus ik kan de auto gewoon zo achterlaten, klaar voor gebruik voor iemand anders. Dan gaan we nu nog juist de rit beëindigen en de auto sluiten. Stop!